Wat is voor Trams hier echt? En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA The Lost and Damned. Vandaag gaan we verder met de races. Ja, dat is eigenlijk het doel van vandaag. Ik weet, het stelt niet veel voor, maar het zijn ook eigenlijk best wel veel races die we nog moeten doen. We moeten namelijk nog 6 races. Voor de mensen die het niet weten, er zitten 12 races in deze hele game. En dat wordt ook steeds aangegeven, dat zullen jullie in de loop van de aflevering ook wel zien. Dat aangegeven wordt. Want ja. Want dat is heel handig. Ik weet niet waarom GTA het al wil aangeven dat hoeveel races er zijn. Maar het maakt even niet uit. In ieder geval, moeten we hier naar rechts. En dan kan ik eventjes iets leuks vertellen. Namelijk, het hele leuke wat ik te vertellen heb. Het gaat over presentaties. Dat is heel erg leuk om te vertellen. Ik denk dat jullie precies hetzelfde denken. Dat is twee keer het woord denk. Maar dan maak je het. Ik denk dat jullie precies hetzelfde denken over presentaties als ik. Echt, ik moet ze niet hebben. Echt waar, ik moet ze gewoon niet hebben. In ieder geval, wat mij dus overkwam. Wij hebben... Nu gaat het even op school, jongens. Het is heel interessant. Tenminste, vind ik zelf. Normaal hebben we op dinsdag altijd Nederlands. En daarna zouden we presentaties hebben. Maar toen opeens... Ja, kwam de lerares. Dus in ieder geval, wij dachten van... Oh, oké. Dan moet ik mijn presentaties maandag doen. Want ik moest ze eigenlijk donderdag doen. Dat is de les daarna. Dus ik had verwacht, net zoals de rest van de klas... Van, ja, het wordt opgeschoven. Nee hoor. Je mag meteen diezelfde dag dat doen. Dus wij hadden allemaal ervan uitgaan dat presentaties niet kwamen. Wat komt er opeens? Ja, Daniel. Ja, hop. Presentaties doen. Ik wist echt helemaal niks van het hoofdstuk. Over wat ik wist helemaal niet van het onderwerp. Maar ik heb het toch gedaan. Ik kan zeggen, het ging niet echt, naar mijn mening, goed. Waarschijnlijk hebben jullie het nog nooit meegemaakt van mij. Omdat ik hier best wel leuk kan vertellen. Op tenminste een normale toon. Maar daar was het echt van... Ja, dat was dus. Dat was het dus. En echt. Ja. Maar het ging ook over een onderwerp waar je wel eens aan het denken van... Waarom? Atoombommen, daar ging het over. Oké, maar in ieder geval... We gaan de race starten. Race Holland. Oh, kijk eens aan. Ik kom uit Holland. Nederland. Dus dit gaat wel goed komen. Dit is echt een Nederlandse race. Dus dat komt wel goed. En jij weg. En... Hey. Jullie moeten mij niet inhalen. Ik moet winnen. Niet jullie. Kom op. Johnny, kom op. Een stukje sneller. Hoppakee. Knal me van die motor af. Ja, ja, jij mag ook zo gaan rijden, ja. Ja, rij alle palen maar op, hè. Waarom niet? In ieder geval, ik haat echt presentaties. Ik deed het al. Ik haatte al presentaties. Nu had ik ze nog meer. Maar ja, in ieder geval, wij gaan mooi verder met de game. Want ik vind dat ook heel interessant. En ik moet me hier een beetje op concentreren. Ja, anders krijg je dit. Als ik me niet op een race ga concentreren, dan krijg je dit. En ik ben al, zonder te concentreren, niet zo best in racen. Dus concentreren, dat is gewoon van levensbelang hier. Voor mij. Hij heeft ook een rode motor. En rood is de code, jongens. Voor de mensen die dat niet weten wat ik daarmee bedoel, check de vorige aflevering. Kan je heel simpel doen. Of door bij video's terug te scrollen, of eventjes de aflevering terug te kijken in de afspeellijst. Oh god, en die gozer ligt al helemaal voor. En waar komt die Lexpike opeens vandaan? Ja, ga weg jij. Ik moet echt meer, hoe heet dat? Dat ding gebruiken, die handrem. Maar jongens, als ik af en toe niet praat, komt dat omdat ik me ergens uit concentreer. Want wat ik al zei, concentreren is echt voor levensbelang nu voor mij. Kom op, dat meen je niet. Nee. Oké, dat was ronde 1. Hoppakee. Oh god.
Rood vs rood. Dit gaat wel worden. Rood vs rood. Dus welke rood gaat winnen? De rood van Johnny of de rood van die gast daar? Er is wel extreme muziek erbij. Dat hoort er ook op zich best wel bij. Want het is best wel extreem. Oké, in ieder geval lig ik aan kop. Ver of niet? Nee, het valt op zich nog wel mee. Ik lig niet... Oh jawel, ik lig wel ver aan kop. Yay, ik lig weer eens ver aan kop. Maar ik moet me wel blijven concentreren, anders krijg je dat. En ik wist trouwens niet dat je met een motor een auto kan laten. Kan je opzij rammen. Ik had eigenlijk verwacht dat ik van mijn motor af zou vliegen. Maar blijkbaar dus niet. Blijkbaar is mijn motor hier tegenop gewassen. Wat op zich best wel mooi is. Nee, dit is geen apocalypse. Een apocalypse is als er een zombies komen of zo. Dan is het een apocalypse. Als er een zombie-invasie komt, dan is er zeker een apocalypse. Maar dit is gewoon een street race met motors. Waar ik aan kop lig. Dat is geen apocalypse. Dat is geen. Die weet wel. Apocalypse. Dat is een heel moeilijk woord om uit te spreken, jongens. Waarschijnlijk zijn er nu echt mensen die zeggen van. Easy. Nou, nee. Ik vind het echt niet easy om uit te spreken. Het is best wel moeilijk Engels. Nou, niet dat Engels super moeilijk is, dat vind ik best wel meevallen. Maar dat woordje is best moeilijk Engels. Best moeilijk om uit te spreken, laat ik het zo zeggen. Nou, in ieder geval. Hop. Deze kant op. Nou, wij liggen best wel ver aan kop. Nou, best wel ver, dat is ook een beetje overdreven. Dat is ook een beetje overdreven. Het is niet best wel ver. Best wel ver is als ik ze echt niet meer zou zien. Maar ik zie ze wel. Maar ik denk ook echt dat ik hier wel heel wat dingen kan afsnijden. Bijvoorbeeld hier bij die voetpaden. Maar ik snij ze niet genoeg af. En dat vind ik op zich ook niet erg hoor, want ik lig toch aan kop. Oeh, dat was bijna tegen het metrostation aan. Taxi, ik kan u even niet gebruiken nu. Willy, Nee, even geen Willy nu. Oh, die handrem die deed even iets wat ik niet graag wou hebben. Maar jongens, als ik dus eventjes soms tijdens een race niet praat, weten jullie dat ik me heel erg aan het concentreren ben. Want het is echt super moeilijk voor mij om een race te winnen. Dus ik vind het al heel knap als ik kan winnen. Want ik moet me hier echt heel erg op kunnen concentreren. Oh, de koplamp gaat ook even aan. Waarom niet? Waarom niet? Hoe laat is het trouwens? 8 uur 's avonds. Oh, laten we even niet op onze telefoon gaan kijken, Johnny. Je bent aan het racen, dan ga je niet op je telefoon kijken. Eigenlijk keek ik op mijn telefoon, maar maakt niet uit. Nou, nee, niet op mijn eigen telefoon. Ik keek eigenlijk op Johnny's telefoon. Of wij samen. Johnny en ik. Keken op Johnny's telefoon. En ik denk jullie ook wel. Als jullie tenminste de telefoon hebben gezien. Kijk, daar is hij. Dat is de telefoon. Het is echt een heel skeer modelletje. Niet dat dat slecht is hoor. Ik weet zeker dat die telefoon zich kan doen. Ik heb zelf ook geen touchscreen telefoon, maar dat maakt ook niet uit. Ik doe toch bijna nooit iets met mijn telefoon. Oh, ja, natuurlijk, autosave, helemaal goed. Hoppakee. Oké, nou, gewonnen. Hey, $10,000. Hey. Nou, en nu moeten we even wachten tot een nieuwe racer komt. Oh, en die komt daar. Die komt in Bohem. Dat is best wel dichtbij. Best wel dichtbij in Bohem. Laat ik ondertussen even mensen bellen in mijn contacten. Laat ik eventjes niet verder rijden, maar kijken of er mensen zijn die met me willen praten. Oh, oké. Want jongens, de vorige keer dat ik belde, wou iedereen wel wat zeggen. Misschien dat Ashley nu ook wel weer wil zeggen. Ja. Sinds wanneer is Ashley een jongen? Sinds wanneer is Ashley gewoon een jongen? Billy dan. Billy moet toch wel wat te zeggen hebben. Die gozer heeft altijd wat te zeggen. Oh, nou blijkbaar dus niet. Oké, nou. Jongens, voor de mensen die het niet interessant vinden, ik doe het nu even voor de storyline. Dus er kunnen best mensen zijn die dit niet interessant vinden. Here we are playing the metal.
Is er nog iemand die zijn telefoon aan heeft staan tegenwoordig? Play, bellen. Ik ga gewoon langzaam rijden, want dit wordt toch helemaal niks. Leave your details. Ja, helemaal leuk. Well, dan ga ik even Jim bellen. Wat wel toevallig is dat ik ook een Jim in de klas heb zitten. Ja, dat vind ik heel grappig. Oké. Nou, heel interessant om te weten. Oké, en jij dan? Heb jij wat te zeggen, Terry? En anders heeft er niemand wat te zeggen. Ja, of niet. Oké, in ieder geval, hop. De missie. Race Bohan Steps. Nou, jee, we gaan racen. Oh, 3 rondjes, mooi. Weg jij. Weg jij. Wat wel leuk is, is dat ik nu de enigste race motor heb. En hun allemaal van die... echte biker motors. En als ik dus op dit asfalt moet rijden en op de gewone normale lange wegen, dan ben ik lekker snel met mijn motor. Oh, is dit niet? Nee, dit is niet het huis van Nico. Maar volgens mij zit het hier wel in de buurt. Want we zijn wel in Bohan. Is dit trouwens een grote race of niet? Want ik bedoel, ik heb net even niet op de tijd gelet, maar ik weet helemaal niet of deze race lang is of niet. Want eigenlijk, als ik naar de tijd kijk, zaten we al bijna op de tijd. We zitten nu nog steeds bijna op de tijd. Maar ik denk niet dat ik het binnen de tijd ga halen. En dat betekent dus weer even... Nee, dat ga ik nu even niet zeggen. Want ik weet het niet zeker. Ik ga niet iets zeggen waar ik niet zeker weet. Voor de mensen die het niet weten, ik probeer deze aflevering altijd rond een kwartiertje te hebben. Dat vind ik altijd een mooie tijd. En ik denk dat dat vandaag even niet gaat lukken. Oeh, dat was best een mooie bocht. Nou, deze reuzen zijn best klein. 1 minuut per lap, per ronde, dat zit er wel in. Ja, 1 minuut per ronde zit er echt wel in. Ik moet alleen zorgen dat ik hier even geen fouten maak. Want hier knalde ik de vorige keer keihard van de weg af. Nou, kijk, die 1 minuut, dat wordt hem al niet meer. Oh god! Nee, gozer, je gaat me niet inhalen. Zo. Wat wel leuk is, is dat ik met een racemotor, zoals dit, en dit is echt de snelste motor uit de hele game, dat je hier lekker snel mee kan wegwezen als die gozers achter je aankomen. Maar ja, het is ook een race, dus die gozers moeten achter je aankomen. En de race draait ook echt om snelheid. Als het een parcours is, ja, dan draait het echt om behendigheid van de motor. Maar tijdens racen draait het echt om, ja, ik denk dat jullie trouwens wel merken dat ik een beetje geconcentreerd bezig. Maar dan draait het echt om snelheid. Tenzij je natuurlijk gaat racen op zand, dan draait het om snelheid en grip. Want als je gaat rijden op een strand bijvoorbeeld, waar wij laatst zaten, met deze motor. Dit is niet de beste motor om op het strand te rijden. Dat is een Sanchez. Dit is een echte zandmotor. Ook een echte stuntmotor. Daar kan je echt heel mooi off-road mee rijden. Maar dit is echt geen off-road motor. Nou, misschien dat we trouwens... Nee. Het is onmogelijk... Nou, het is waarschijnlijk niet onmogelijk. Maar het is onmogelijk voor mij... om 1 ronde binnen 1 minuut af te hebben. Dat is gewoon voor mij iets te lastig. Ik vind dit wel een makkelijke race. We hebben vandaag best wel makkelijke races. Deze zijn best wel simpel namelijk. Kijk, dit is gewoon een beetje links, rechts, achter, voor. En hop. Maar weet je hoe het komt dat wij nou de hele tijd weer winnen? Vorige keer race ik op een witte motor. En ik verloor. Maar alle races die ik heb gedaan op een rode motor, die win ik. Weet je hoe dat komt? Jongens, weten jullie hoe dat komt? Nou, dat zal ik je heel mooi vertellen. Rood is namelijk de code. De code voor de winst.
Rood wint altijd. Altijd. Dan zeg ik niet van ga naar een casino en ga bij dat spelletje waar je dan dat balletje ronddraait. Dan kan je alles op rood zetten, alles op zwart of op een bepaalde cijfer. Dan zeg ik niet van zet alles op rood. Dat hoef je niet te doen. Dat is gewoon. Wat ze daar doen is gewoon vals spelen. Dat is gewoon rood niet laten winnen. Dat is gewoon vals spelen. Maar ik heb het over racen. Als je wil gaan racen tegen mensen, zorg dan dat je op iets roods zit. Bijvoorbeeld als je wil racen met auto's, zit dan op een rode auto. Of op een rode auto. Het liefste even in een rode auto. Ik raad je niet aan om op een rode auto te zitten terwijl je aan het racen bent. Het is zo moeilijk sturen. Want het stuur zit in de auto en jij zit op de auto. Dat is lastig. Maar ja. In ieder geval, wij gaan terug naar de safe house. Want we zitten alweer op de tijd. Het is best wel een tochtje wat ik moet maken in ieder geval. Maar op zich, als we een beetje door willen rijden. En deze motor kan dat goed, zijn we zo thuis. Waar hebben we trouwens de volgende race? Oh, daar ergens. Oké. Holy damn. Ik schrok even van die taxi. Hoe is trouwens de toestand van deze motor? Nou, hij rookt nog niet. Dus dat is goed. Dat is goed. Maar dan zijn we bijna met die races trouwens klaar. Want ik bedoel maar. Morgen 2 races, als het lukt. En dan daarna ook nog maar 2 races. Dus dat valt op zich best wel mee. Met hoeveel races we moeten. Op zich valt het best wel mee. Dan kunnen we daarna gelukkig weer een mooi storyline doen. Want ik vind racen leuk, maar om nou de hele tijd te doen. Dan word ik gewoon gek. Dat is ook de reden waarom ik geen race-spellen speel. Wil ze wel een keer gaan spelen hoor. Maar voorlopig even niet. Als je het niet erg vindt. Hoppakee. Omdat ik dan gewoon echt helemaal gek word. Omdat ik de hele tijd moet racen. En als ik steeds verlies. Ja, dan krijgen jullie leuke afleveringen. En dat bedoel ik dan sarcastisch. Maar als ik dan steeds verlies. Dan krijgen jullie echt geweldige afleveringen. Dan zien jullie misschien wel 50 afleveringen achter elkaar dezelfde race. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar dat maakt niet uit. Ik praat er net best wel een beetje snel. Oh! Ja, dat kan ook. En voor de mensen die denken van waarom neem je geen taxi? Omdat deze motor goed werkt bij racen. En we hebben nog races zat. Dus ik wil deze motor even houden. Kijk, als de races voorbij zijn. Dan zou ik best wel... Dan weet ik zeker dat ik wel met de taxi ga. Overal naartoe. Dat scheelt mij gewoon tijd. Als ik nu in een taxi stap. Ben ik gewoon binnen... Als ik gewoon vanaf daar in de taxi stap, was ik gewoon binnen 5 seconden thuis geweest. Maar ja, dan had ik deze motor niet. En daar draait het nu even om. Deze motor. Oh! Wat ik ook zo grappig vind, als je bij Nico dit deed, was hij echt van zijn motor afgevlogen zelfs. Maar als ik nu bij Johnny doe, hij vliegt gewoon niet van zijn motor af. En dit begrijp ik ook niet. Hij hoort niks in zijn handen te hebben, wat heeft hij in zijn handen? Oh, even een dikke shotgun. Wat heb ik les na... Oh, waarschijnlijk die race hebben hier het over. Ja, dan was het best wel goed. Die hebben namelijk allemaal gewonnen. Dus, ja. Hey, Roses. Oh, en de mevrouw is ook terug. Hallo mevrouw. Gaat het goed? Gaat het goed mevrouw? Hey, Roses. Ken je niet, maar maakt niet uit. Oh. Ja, ik loop even de Wat doen vuilnisbakken binnen trouwens hier? Hey jongens, gaat goed? Mooi. Ja, kom op. Oké, nou even de computer kijken. Kijken of we nog e-mailtjes hebben. Of misschien zelfs het nieuws. Nee. Oké, nou, dan gaan we door. Is er trouwens nog iets op tv? Dat vind ik wel grappig. Oh, aliens, aliens. Snel andere zender. Oh. Ja, dat doe ik niet te zien. The way the good Lord intended it would have been all of them dead if my plasma gun hadn't locked. Oké, dus dat weten jullie nu ook. Al die gozers waren dood als zijn plasma gun niet was gelokt. Nou, dat is echt de tip van de dag dat je echt wil weten. Echt onzin wat daar op televisie staat. Maar dat maakt niet uit. Kijk eens. Dan ga ik hier de aflevering afsluiten. Kijk eens weer een duimpje omhoog. Help je mij mee. Help het kanaal mee. Dan ga ik hier eventjes de game opslaan. En dan gaan we morgen lekker verder. Met de race. En die gaan we natuurlijk allemaal halen. Want zo pro zijn we. Nou ja. We zullen zien.
In ieder geval, voor nu heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!